Ik had het plezier om vandaag host te mogen zijn tijdens de opnames van deze twee videopodcasts. Het is ook fantastisch natuurlijk dat we dit mogen doen in dit zeer mooie gebouw van KBC. Het is een waar genoegen om hier te zijn. Blij van hier te mogen zijn, dat was de eerste podcast die ik meedeed. Dus ja, het is een ervaring. We hebben een goed gesprek gehad en ondertussen zijn er toch wel weer bepaalde zaken weer een beetje aan het licht gekomen. Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed aan zo'n podcast. Ik vond het zeer aangenaam. Ook de interactie met Ronnie was zeer aangenaam, dat het eigenlijk uit andere sectoren zijn, maar toch een beetje dezelfde gevoel hebben over vernieuwing en over duurzaamheid. Het woord duurzaamheid betekent nu ook voor mij totaal iets anders. Namelijk het stukje duur heeft niks te maken met duur qua geld, maar duur qua tijd, qua timing, qua toekomstgerichtheid. Dat deed deugd om dat te horen. Toch een heel positieve boodschap die wij hier hebben gehoord. En ja, het steeds blijven innoveren nog naar de toekomst toe. En ook vooral onthouden dat het duurzaamheid, het hoeft daarvoor niet altijd duur te zijn. Het is natuurlijk wel een beetje een extra kost, maar het is vooral belangrijk om zeker mee te zitten op de trein. Natuurlijk, ja, dankzij Transport Media hebben we dat vandaag ook weer kunnen meemaken. Met mensen uit de sector hier een hapje te kunnen eten en dan daarna zo'n podcast op te nemen, echt wel chapeau. Ik vond het ongelooflijk interessant. Ik zie er heel hard naar uit om deze twee videopodcasts een keer te kunnen bekijken.